Zo, meer in de natuur. Lekker een bal hoog houden. Oh. Ai, in de brandnetels. Nog best wel lastig. Pas op, Rachel. Ik zei het nog. Brandnetels. Precies. In de natuur kun je je flink passeren aan brandnetels, doorns en stekels. Maar er staan gelukkig ook allemaal plantjes om de pijn weg te nemen of te helpen bij kwaaltjes. En Anna heeft heel veel verstand van kruiden. Dat heet met een mooi woord herborist. Hé, wat goed om je te zien, joh. Wat is er met jou? Ja, ik heb me geprikt aan de brandnetels en mijn bal ligt erin. Maar ik word gek van de jeuk. Waar waren die brandnetels? Daar. Want daar hebben we natuurlijk wel wat tegen, hè? Kom maar mee. Hier, Rago. Kijk, dit is de grote weegbree. En dat sap dat helpt heel goed tegen de jeuk van de brandnetel. Helpt het? Ja. Het verkoelt ook een beetje, hè? Ja. En die weegbree kan je desnoods ook op een muggenbeet doen of zo. Dat helpt allemaal heel goed. Werkt dat ook? Hoe ziet dat eruit? Welke zijn nou? Het is deze. Het staat dus altijd in de buurt dus van... Van brandnetels. Zijn er nog meer van dat soort plantjes? Oh, kom maar mee. Hartstikke veel. Gaan we eens kijken. Vind ik echt leuk. Nou, die bal die ligt wel veilig tussen de brandnetels. Ja, denk het ook. De natuur is eigenlijk een grote apotheek of EHBO-kist. Want ze zit vol met geneeskrachtige plantjes en vaak groeien die dichterbij dan je denkt. Kijk daar bijvoorbeeld. Weet je wat dat is? Ja, nou ja, dat voer ik altijd op een konijn. Dat is een paardenbloem. Maar je konijnen, je kan het zelf ook eten, wist je dat? Kan je paardenbloemen eten? Paardenbloemen eten. Lekker? Beetje bitterstofachtig. Ja, waar die ook bekend om is, zie je dat hier een beetje van dat witte, ik zal nog even afknippen, van dat witte melksap uitkomt. De pubers die weer wat last van puistjes hebben, die deppen dat op het puistje. Dat witte melksap uit de paardenbloemen en dan verdwijnen de puistjes. Meen je dat nou? Ja. Dit werkt gewoon goed tegen puisten. Ja. Chill. Nou heb jij gelukkig niet veel puistjes, maar... Nou. Wel op. Ja. Kom maar. Hey, kijk, Rachel, dit is kardinaalsmuts. En vroeger droogden ze die zaden om als poeder in het haar te smeren tegen hoofdluis. Kan je het eten ook? Nee, absoluut niet. Dus voorzichtig. Sommige dingen zijn goed eetbaar of bruikbaar. Maar er zijn ook heel veel dingen lichtgiftig tot echt giftig. En daar kan je dus zelfs dood aan gaan als je daar te veel van eet. Ja, dus nooit iets plukken als je niet zeker weet wat het is. Ah, Rachel, dit is de medicijnkast van het volk, de vlierbes. De medicijnkast van het volk? Ja, die werkt tegen het griepvirus. Oh, echt? Maar, als kijk je het uit, eet? Want de vlier die bevat blauwzuur. En dat is giftige stof, dus daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Maar kan ik er wel eentje proeven? Ja, of is dat ook eentje van? Eentje wat jij doet is heel goed. Altijd vragen aan een deskundige of je iets kunt eten. Want er zijn best gevaarlijke plantjes in de natuur. Oh, is zo lekker. Ja, is hartstikke lekker. Een beetje zuurig, maar prima. Ja. Maar als ik echt een EBO denk, dan denk ik aan bloedende wonden. Bloedende wonden. Bloedende wonden. Heeft de natuur daar ook iets voor? Ja, natuurlijk. Kom jij maar eens mee. Echt? Echt waar. Ja, het is even zoeken, Rachel, maar hier staat hij dan toch. Dit is het bloemetje en dit is het blad van het duizendblad. Dit? Ja, je ziet dus een beetje waarom het duizendblad heet, hè? Ja. Het stelpt het bloeden. Dus als ik een wondje heb op mijn arm? Ja, dan kan je dit kneuzen en dan kan je het erop leggen. Maar... Ja, als je nou een bloedneus hebt, helpt dat ook? Gelukkig staan er hier een paar grote. Ik zal het voordoen. Ik moet hem echt helemaal een beetje zorgen dat het sap er goed uitkomt. Ja, het ziet er een beetje raar uit. Maar het ruikt wel lekker. Ja, het ruikt heerlijk. Maar een wit watje ziet er ook gek uit. Ja, daarom. Heb je een beetje dorst gekregen van al dat gewandel? Ik zou best wel wat kunnen drinken, ja. Nou... Ik heb geen water, maar wat zie ik hier? Die herken je aan zijn slippen naar de steel toe. En deze mag jij helemaal opeten en zeggen wat je... Hoe heet het? Dit is veldzuring. Wow! Wat? Zuur! Maar wel lekker! En? Dorst is over, of niet? Nou, inderdaad! Ik vind het zo leuk om te zien hoeveel er in de natuur te vinden is tegen kleine kwaaltjes. Nou, dat zeg je goed, tegen kleine kwaaltjes. Hè? Want als je echt ziek bent, moet je toch gewoon naar de dokter. Echt naar de dokter, ja. Dit is leuk ter ondersteuning en gezond, maar echt ziek, toch naar de dokter. Maar toch, natuur is gewoon een grote EBO-koffer. En daar ligt mijn bal. Zal ik er nu maar gewoon induiken, want ik weet toch waar de weegbree staat. Ho, wacht even. Volgens mij is dit een betere oplossing. Oh, de natuur denkt ook aan alles. Een stok. Voor mijn bal. Ja. Helemaal goed. Ja. Als je maar niet in de brandnetel schopt.